aan hier bij een aardappelboer. En wat mij opvalt is dat er zoveel soorten aardappels zijn. Wie bent u? Ik ben Tony Koster. En, we zitten hier op... En best staat al een paar generaties hoor. Dat is al de derde generatie die hierin zit. Dus dat gaat vrij lang. Voor mij zijn aardappelen allemaal hetzelfde. Behalve ze zijn soms wat kruimiger, wat minder kruimiger. Je hebt hier hoeveel soorten aardappels liggen? Ik heb hier 9 of 10 geloof ik zelfs. 10 ja. 10 soorten. Dus aardig wat. Maar er zijn bijna 400 soorten hoor. Dus wat dat betreft heb ik er nog niet eens zoveel. Oké. En wat zijn de verschillen tussen die soorten? De ene die ik ken is bintje, ja? De ene die ik ken is bintje. Ja, dat is bijvoorbeeld een kruimige aardappel. Maar er zijn ook een iets steviger aardappeltje. Je hebt hele stevige aardappelen. Dus ze gaan zo maar door. Dus je hebt heel veel soorten. Dan staan we hier op de Dappermarkt. Dan komen hier mensen uit alle culturen langs. Ja. Hebben die hun eigen aardappelvoorkeur? Jawel, ja. De Marokkaanse, Turkse mensen hebben bij voorkeur toch wel een stevige aardappel. Wat niet kruimelig of papperig kookt. Ze willen zo makkelijk mogelijk kokende aardappel hebben. Dat zit in hun gerechten die ze dan maken. Omdat ze klein snijden? Nou ja, hun maken vaak met vlees en aardappelen gerechten. En dat mag dan moet in één keer eigenlijk gebeuren. En dan ze koken het niet echt. Het moet in één keer doorgaan, het proces van hun. Dus de manier waarop ze koken vraagt om een andere aardappel? Ja, om een andere aardappel. Dan de Nederlandse mensen, die hebben eigenlijk de oude mensen, hebben bij voorkeur het liefst een wat kruimeligere aardappel. Ja, ja. Dus luister, kan jij nou aan de buitenkant zien wat voor aardappels het zijn? Ja, zeker. Ja, heel makkelijk. Ja, dat, als ik zo een aardappel achter mijn rug pak en zeg, wat is dat voor een aardappel? Ja, ik zou hem pakken, maar ik ken hem zeker. Wat is dit voor een aardappel? Dit is een stevige aardappel, een makkelijk kokend aardappeltje. Ja, heel makkelijk kokend. Kun je ook voelen aan de buitenkant? Niet voelen. Ik kan het zien aan de vorm van de aardappel. Een aardappel met wat diepere ogen, wat diepere puntjes erin, die zijn vaak wat kruimeliger. Ja. Dus. Pinten ken ik, Eigenheimers ken ik. Dan hebben we Gelderse gele, die ken ik niet, maar ze zijn duidelijk wat gele. Dorrees. Dus dat is natuurlijk altijd mogelijk dat je die andere 390 soorten niet kent natuurlijk. Heb jij nou meer keuze dan bijvoorbeeld een supermarkt in aardappelen? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, die supermarkten die gaan tegenwoordig met wat nieuwere soorten rommelen. En dat is meer kruisen van rassen. En dat wil niet altijd zeggen dat ze dan beter worden natuurlijk. Hier liggen de ouderwetse soorten. Maar in de supermarkten hebben ze meer nieuwe soorten waarmee gekruist is. En ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar... Laten we daar eens over praten, want... Als ik tegenwoordig in de supermarkt een aardbei of een tomaat koop, dan ziet het er fantastisch uit. He, zo'n tomaat helemaal, het oogt hartstikke, maar het smaakt nergens naar. De kwaliteit wordt allemaal minder, dat zeg ik. Er wordt te veel gerommeld en gekruist met rassen, waardoor de kwaliteit allemaal wat minder wordt. De prijs is daar ook wat schappelijk. Dat is de hele discussie nou. De voedselketen en ook die hele Monteclauseer en die hele koeienziekte. Er wordt gezegd, die landbouw dat is te veel industrieel geworden, te grootschalig. Dat klopt ook, dat lijkt ook. Dat is ook zo. En dat komt overal niet terug, dat zie je dan ook weer. Maar haal jij nou bijvoorbeeld ook aardappelen uit andere landen? Nog niet. Dat komt wel. Met een week of 3, 4, dan komen ze echt uit. Dan breekt overal eigenlijk de grens open met buitenlandse aardappelen. Want dan worden ze hier wat minder en zwakker en er is niet meer. En dan komen ze uit het buitenland vandaan. Spanje, Italië, Marokko, noem maar op. En dan zeggen ze dat ook de risico's van ziektes die meekomen zijn dan door al dat internationale vervoer? Ook dat komt ook hier naartoe, ongetwijfeld. Maar dat zal zeker ook komen, dat kom je onderuit. Je weet ook niet hoe de taal verbouwd en gedaan wordt en wat ermee gedaan wordt. Kijk, hier heb je biologische aardappelen die ook echt biologisch zijn, als maar eens niet zonder zo'n keurmerk verkopen. Ik weet niet hoe het daar vandaan komt, dat kun je nooit... Weet jij nou waar je aardappels vandaan komen? Ik neem aan dat je ze op de veiling koopt? Ja, deze komen bij de centrale groothandelsmarkt. Nou ja, mijn vader vroeger ging echt naar de boeren toe. Ja, die ging naar buiten toe en die ging ook echt op de klok drukken, echt de veiling af. Maar tegenwoordig, dat is zo omslachtig en het neemt zoveel tijd in beslag. Dat doe ik niet meer. Ik haal ze hier en dat keur ik ze ook zelf eerst thuis. Probeer ik het. En als je bent ook een aardappelliefhebber? Nou, inderdaad ook, maar wij proberen het ook nog zelf. En dat gebeurt haast niet meer. Dat zeggen die plezier zelf. Van wat jij doet, dat doet er eigenlijk niemand meer. Dat doet er geen één meer. Wij nemen ze mee naar huis. We proberen het. We schillen er een paar en we koken ze. En dan koop ik pas. En dan bel ik door van breng het maar of breng het niet. Of het gaat niet door. Nou heb ik zelf de ervaring dat als ik zelf frietjes maak. En niet uit zo'n voorgepakt pak. Dat die aardappels, dat die frieten plots heel anders smaken. Ja, maar die zijn ook natuurlijk behandeld met een of ander middel. Dat het mooi van kleur blijft. En goed uit blijft zien in zo'n verpakking. En dat zal ook best mogen, denk ik. Maar qua smaak gaat het natuurlijk nooit beter worden erop. Dat kun je beter allemaal... Dat is dus de hele discussie op dit moment. Al die producten die je koopt, het ziet er fantastisch uit. En het is misschien ook heel economisch gemaakt en ziektevrij, weet ik veel wat. Maar het smaakt niet. Vertel mij eens, als ik nou een lekkere frietaardappel wil hebben. Welke was een goede frietaardappel? Ja, kijk, een bint is een hele goede frietaardappel. Maar in binten heb je bijvoorbeeld ook 20, 25 soorten.
Het is niet zo dat elke bind maar een bind is. En ook de grote natuurlijk. Maar een eigenheimer is, want daar heb je zoveel verschillende soorten in. En sommige mensen die zeggen van ja, ik moet geen binden, want die is niet te eten voor patatfriet of voor een andere doeleinde. Maar in mijn ogen wel, want ik weet zeker dat ik een bind verkoop die goed is. En het wil niet zo zijn dat de bind die ik verkoop dezelfde bind is die bij een ander ligt. Het is gewoon Want daar hebben ze natuurlijk ook eisen qua grootte en toestanden en hanteerbaarheid en ziektes. Dus smaak is wat anders. Zeg maar, luister, we hebben paas. Wat ga je met de paas doen? Ik ga geen aardappels eten, ik ga eieren eten. En zo hoort het met Pasen. We blijven eieren eten en dat is ook prima. We hebben even gesproken over... En je gaat weer aardappels verkopen? Ik ga weer door met de verkoop. Oké, bedankt. Ik vraag nog even aan je vader. U ging vroeger naar de boeren toe om aardappels te kopen? Oh jee man, dat is al een jaartje of 30 geleden. Was dat leuker? Nou, mijn vader deed dat, hè. En ik moest het één keer maar ophalen. Met de vrachtwagen, dat was zo. Ja? En mijn vader kocht het in en ik haalde het. Maar dat zeg ik, dat is al 30 jaar terug, hoor. Ja, dat gaat hard, hoor. Dat gaat hard. En toen wist je nog wie die boeren waren? Toen waren het gewoon boeren, ja. Mijn vader kocht nooit op een veiling en nooit bij een grossier. Die kocht aan de rechtstreeks de boeren, hè. Dag, Jan. Dus ja, maar dat is niet meer, dat is niet meer. Als je nou terugdenkt. Het is helemaal veranderd. Die aardappelomzet is helemaal teruggelopen. Kijk, en toen verkochten we nog 20 ton aardappels in een week. Dus ja, dan moest dat wel. Maar nu komt het met de grossier en dan komt met papelletjes, komt het aan en dat is het. Tenminste, hij regelt het. Ik bemoei me er niet meer mee. Ik ben er helemaal uit. Ja, ja. Is de markt anders geworden? Vroeger was het gezelliger. Gezelliger. Maar ligt het aan de mensen? Of bedoel, spreek je al een paar woordjes Turks? Nee. Ik ken niet eens Engels. Oké. Okay. Nee, de mensen zijn allemaal wel heel vriendelijk hier. Het is niet dat je... Nou ja, goed. Maar haastiger. Anders. Ja, inderdaad. Haastiger. Allemaal snel. Want als een jongen hier staat te werken, dan zie ik dat wel eens. En dan komt er weer een aanlopen. Geld geven voor een zakje. Ja, geef me een voorbeeld. Maar je staat te werken. Doe nou rustig aan, dan gaat het ook. Nee, het is allemaal versneld. Daar komt het door. En je collega's natuurlijk is heel anders geworden. Er zijn collega's hier omheen die zijn doodgegaan. En van mijn leeftijd dan, hè, bijna 70 jaar, dus ja, dan weet je het wel. In die tijd van mij had je ook in mijn leeftijd even ouder. Ik zou wel zeggen, je bent wel gezond gebleven van die aardappels. Nou ja, ik eet ook erg goed, ja. Ja, niet zoveel meer als vroeger natuurlijk. Maar ik eet wel goed, ja. Altijd goed. En dan maar borreltjes s'avonds, een paar heet dat, hè? Goeie leven. Niet zoveel meer, maar wel een paar nog, hoor. Even op terugkomen die collega's. Er staan hier nu alle nationaliteiten. Ja, kijk, en daarom is het ook veranderd. Vroeger had je hier echt het stuk wat hier stond. Dat is enkel aardappelgroente en fruit. En een haringkar heb hier gestaan, hier naast mij. Dus ja, dat was heel anders. Die mensen zijn allemaal overleden. En dan krijg je toch andere generaties, andere mensen. Ja. En dan kan ik wel zeggen, ja, ik ben wat ouder, ik ben daarmee opgegroeid met die anderen. Kijk, maar zo groeit hier weer mee op. Ja. Ik ben hier ook nooit zoveel meer, gelukkig. Enkel als ik een keer me verveel, dan loop ik hier zo hier naartoe. En dan vind ik het geinig om weer even te doen. Maar dan ben ik even onder de mensen, hè. Lijkt me dat de markt en je staat... Kom ik toch weer een bekende tegen en dan sta ik er even mee te praten. Kijk, maar ik thuis zit, dan heb ik mijn krantje uitgelezen en dan val ik in slaap. En dan zeg moeders, ik ken nog, nou, maar dan val je in slaap. Voel je nou dat idee van je moet je met 65 ophouden met werken eigenlijk een beetje onzin is? Of niet? Nou, dat vind ik wel onzin natuurlijk. Als je nog vitaal bent, dan moet je dat niet doen. Maar ja, ik heb al een nieuwe heup en ik heb al een nieuwe knie. Dus ik zit in de revisie. Ja. En dan beginnen mijn schouders weer. Dus die zullen ook wel eerder weer vernieuwd moeten worden. Dus ik ben eruit. Zo zouden en slepen doe ik helemaal nooit meer natuurlijk. Want dat ken ik ook niet meer. Ik heb geen kracht meer. En vroeger tilde ik je op, hoor, makkelijk. Als je in de aardappels hebt gezeten, nee, maar dat zijn zware dingen. Ja. Hadden we die balen van 35, 50 kilo. Ja, dan kun je wel zeggen, daar speelde ik mee, maar die draag je toch makkelijk toen, hoor. Maar ik moet er nou niet naar kijken. Ik ken het ook niet meer, hoor. Ja. Waar woon je nu? Ik woon in Almere. Woon ik nou al 24 jaar, 25 jaar wordt het eerder. Zo kijk je dan wel eens een beetje terug? Ik ben de eerste inwoners toen. Maar kijk je dan wel eens terug naar Amsterdam, van dat is leuk of is niet leuk? Nee, wil niet meer wonen, nee. Echt, nee. Waarom wil je niet meer hier wonen? Nou, er wonen met te veel buitenlandse mensen. Die zijn me te smerig. Zeg ik eerlijk. En in Almere voel je je prettig? Ja, voel ik me prettig, ja. Ik woon in de Filmwijk. Nou, ik woon helemaal in de flat woon ik nu. Prachtig.
Ik zou niet meer veranderen willen. Nee. Ik heb ook een panorama uitzicht waar ik woon. Ik woon op 5e etage. En ik kijk over het hele weerwater. Ik zit achterkant van het stadhuis. Dus ik zou het niet meer willen. Nee. Ik zit af en toe nog wel lekker op de markt staan. Nou, een keer ga ik naar hem toe. Weet je wel, dan vind ik het nog wel. Ja, net mijn vrouw is aan het werk. En dat is wat rommelig allemaal. En dan ga ik even naar hem toe. En dan kom ik hier. Nou ja, dan doe ik weer even wat hier. En nou start hij even toevallig wat van die dingen te maken. En, nou, dan pak ik weer een kleintje. Nou, dan direct weer, zeg over een uurtje ben ik weer weg. Ja. Vind ik het zat. Maar ja, dan heb ik toch mijn dagje weer gevuld. Maar volg je de Amsterdamse politiek nog een beetje, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. In Almere ook niet? Ook niet, nee. Ook dat, niet. Dat interesseert ook niet. Nee, niks. Niks. Nee. Daar heb ik helemaal geen interesse voor. Nee, ik heb mijn eigen politiek, heet dat. Dat hebben we allemaal. En gewoon lekker. Lekker ook met Pasen. Eitje... Nou, thuis, ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou, eieren eet ik toch wel. Maar ja, niet zo'n hoeveelheid. Misschien met paas een paar meer. Oké, bedankt. Hier bij de eierboer. Sorry, bij de aardappelboer. En je moet even zeggen hoe het je heet. Tony Koster. Tony Koster. Al hoeveel jaar staan ze jullie hier? Mijn vader al mee. Ik denk een jaartje of 60, 65. Traditioneel, helemaal. En zo. Daarvoor heb mijn vader al gefend met paardenkar. Dus dat was toen in die jaren. En toen ben ik op de markt terechtgekomen. Groot geworden in de aardappels en groot gebleven en oud geworden en gelukkig. Ja, ja, bedankt. Ja, zeker. Zeg, tot ziens. Hè.